NOS Nederland 3. We schakelen over naar de journaalstudio, waar de redacties van NOS Laat en Journaal klaarzitten voor een extra uitzending in verband met de vrijlating van Nelson Mandela vanmiddag in Zuid-Afrika. Goedemiddag. In het komende uur komt ANC-leider Nelson Mandela vrij. Na 27 jaar loopt hij als vrij man de gevangenis uit. Zuid-Afrika en de hele wereld kijken mee. En de NOS zal in deze extra uitzending de vrijlating op de voet volgen. We gaan straks naar de Victor Verster-gevangenis in Parel, waar iedereen in afwachting is van de vrijlating van Mandela. Het zal zo omstreeks 2 uur onze tijd zijn. En van de gebeurtenissen buiten zullen we rechtstreeks verslag doen. Mandela wordt opgewacht door een gigantisch welkomstcomité. Hier te zien. Heel Zuid-Afrika kijkt vol verwachting uit naar deze historische gebeurtenis. En al uren zijn er mensen op de been om feest te gaan vieren. Ook bij de woning van Mandela in het zwarte woonoord Soweto worden voorbereidingen getroffen om Mandela welkom te heten. De verwachtingen bij de blanke Zuid-Afrikanen zijn uiteenlopend. I think it's fantastic. Great news for South Africans. Why? Well, it's the start of a whole new era for us. So I just don't feel it's right. He did something wrong in Spyford. Tijdens het bezoek van de klerk aan Mandela, dat was eergisteravond, is er een foto gemaakt. En dat is bijzonder, want het is voor het eerst in al die jaren dat we te zien krijgen hoe de 71-jarige Mandela eruit ziet. Hij is natuurlijk ouder geworden in 27 jaar gevangenschap, maar hij oogt veerkrachtig en fris naast de klerk. Een Zuid-Afrikaans persbureau heeft kort voor zijn vrijlating een interview met Mandela gehad. En daarin zei Mandela onder meer: saamhorigheid, niet alleen onder de onderdrukten, maar onder alle Zuid-Afrikaners, is het belangrijkste ingrediënt bij het oplossen van de problemen in ons land. En hij blikte vooruit over de toekomst met: pas wanneer mijn volk politieke, economische en sociale gelijkheid heeft bereikt, kunnen we de strijd afzwakken. Mandela uitte kritiek op de situatie in Zuid-Afrika. Hij zei: vrijheid kan niet in halve porties worden gegeven. Men is vrij of niet vrij en niet half vrij. Victor Verster-gevangenis, waar Mandela straks naar buiten zal komen, ligt ruim 60 kilometer buiten Kaapstad. Mandela zal de route afleggen in een kogelvrije limousine. De tocht waarvan we rechtstreeks verslag zullen proberen te doen, kan wel enkele uren gaan duren. De lengte van de rit is dus onduidelijk en er worden tienduizenden geestdriftige Zuid-Afrikaners langs de route verwacht. We proberen er met onze camera's bij te zijn. Mandela zou rond 4 uur in Kaapstad moeten zijn en volgens het ene bericht zal hij dan vanaf het balkon van het stadhuis, dat in het zuidoosten van Kaapstad ligt, een menigte toespreken. Maar andere bronnen verwachten dat Mandela naar het Athlone Stadion aan de andere kant van de stad rijdt om daar zijn aanhang te ontmoeten. En morgen wordt hij pas weer thuis verwacht in Soweto. En als het goed is, dan heb ik nu aan de telefoon onze correspondent in Zuid-Afrika, Erik van Ees. Erik, goeiedag. Ben je daar? Ja, goeiedag. Ja, hallo. Erik, kan jij een beetje vertellen hoe de situatie op dit moment is in afwachting van de vrijlating van Mandela? Nou, het is natuurlijk heel erg, het is overal erg gespannen in de meest feestelijke zin. Er is al vanaf het moment dat president de Klerk aangekondigd heeft dat Mandela vrijgelaten zou worden, en wel vanmiddag bij Victor Verster, is er in de straten van Johannesburg werd er gedanst en gezongen. In de straten van Kaapstad werd er ook gedanst en gezongen. In de meeste zwarte woonwijken over vrijwel het hele land werd er echt heel groot feest gevierd. Want het is voor duizenden der duizenden mensen is de vrijlating van Mandela een ontzaglijk groot iets dat heel feestelijk verwacht wordt. Yeah. En er wordt ook ontzettend veel verwacht van Mandela. Yeah. En de feestelijkheden die het zijn officieel misschien geen feestelijkheden. Het is een verwelkomingsproces dat gehouden gaat worden. Maar het verandert zonder dat men er iets aan kan doen in een ontzettend groot feest. Yeah. En dat begint zo nu af te spelen in Kaapstad. Ja, goed, dat wachten wij af. Erik, wij zijn erbij als het goed is. Ik spreek jou gedurende deze hele uitzending wanneer het maar uitkomt. Dus blijf aan de lijn.
Ja, zal ik doen. Erik van Ees, tijdens deze uitzending hebben we ook gasten in de studio met wie we praten over de vrijlating van Mandela en alles wat daarmee te maken heeft. Naast mij zit dominee Kees Roos, adviseur op het gebied van Zuid-Afrika van de Raad van Kerken in Nederland. Ja. En naast hem meneer De Hoop Scheffer, u bent Tweede Kamerlid voor het CDA. Ja. Straks praten wij verder met elkaar. En dan gaan we in deze uitzending ook straks rechtstreeks over naar Amsterdam voor reacties uit anti-apartheidskringen. Op het Leidseplein zullen daar de nodige dingen gaan gebeuren vandaag. Het zal vandaag omgedoopt zijn voor deze gelegenheid in het Nelson Mandelaplein. En later in de uitzending hopen wij daar te kunnen spreken met mensen van het ANC en van de anti-apartheidsbeweging, Comité Zuidelijk Afrika enzovoorts. Nelson Mandela heeft bijna 28 jaar gevangen gezeten. En het grootste deel van zijn straftijd zat hij uit in de zwaar bewaakte gevangenis op Robben-eiland voor de kust van Kaapstad. In november 1988 kwam er een grote verandering. Mandela werd ondergebracht in een bungalow op het terrein van de Victor Verster-gevangenis in Kaapstad. De roep om zijn vrijlating is in al die jaren nooit verflauwd, niet in Zuid-Afrika en ook niet in het buitenland. Een overzicht. Circumstances under which you would talk with and release Nelson Mandela? I'm only prepared to talk to people who want constitutional change, but I'm not prepared to talk to people who want revolutionary change. If Mandela were to say he wanted constitutional change, he does not want it. He stated it all over and over again, and he's in jail because he took certain steps which overstepped the mark as far as legislation was concerned. You see him staying there? I'm seeing him staying there. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. It's our first responsibility to restore law and order. And secondly, a lot of this turmoil and conflict is between black people and black people. And this seems to escape the attention of the world. And it doesn't matter which government is in power. It is our duty towards all our citizens, irrespective of the color of their skin, to protect them, their lives and their property. Nelson is in jail because the government keeps him there. It's not an accident. They want him there. If he dies in jail, our people will understand it that they have murdered him, even if he dies of a natural illness. That's something that I observe. People will just think that they have killed him. And the government must not make the mistake of doing this to our country. Because the day that happens, no one, not even the memory of Nelson Mandela, will be able to control the people. Amanda! My father and his comrades at Paul's Moore Prison
send their greetings to you, the freedom-loving people of this our tragic land, in the full confidence that you will carry on the struggle for freedom. Goed, je hebt die prijs opgedragen aan Nelson Mandela. Heb je er lang over moeten nadenken? Nee, het is eigenlijk vanzelfsprekend gegaan. Ik vind gewoon dat iedereen recht heeft op vrijheid. En als je weet dat Nelson Mandela gevochten heeft voor die vrijheid. En daarvoor moest boeten met 25 jaar nu al in de gevangenis. Dat is mijn leeftijd. Dat is voor mij iets ongelooflijks. We salute you, Nelson Mandela. And we want to see you and your fellow political prisoners free. Nelson Mandela, we just want to say we love you. I know, and the people of this country know, that Mandela will lead this country to freedom. That the only future of this country is embodied in that freedom charter, which is the Bible, the heritage our leaders have left for the people. The Africans require, want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Ja, we gaan nu eventjes weer naar onze correspondent Erik van Ees in Kaapstad. Erik, hoe is de situatie op dit moment? Het is bijna 2 uur. Is er al een teken van het vrijkomen van Nelson Mandela? Hallo Pia, nee, nog niet. Er is op het ogenblik een beetje vertraging omdat Winnie Mandela nog niet is aangekomen. Wat er precies het probleem is, weet ik niet. De uitzending is hier in Zuid-Afrika begonnen. Ik zie net op mijn scherm een hele rij auto's aanrijden. Ja, hier ook. Wij zien het nu ook rechtstreeks. Het is nog niet duidelijk waar het over gaat. Nee, je weet niet of Winnie in een van die auto's zit of dat het het ontvangstcomité is of wat dan ook. Nee, dat is niet duidelijk. Moeilijk te zien, hè? Er wordt wel met de ANC-vlag uit de ramen gezwaaid. Ja. Dus het is in elk geval geen regeringsdelegatie. Ja, maar we blijven even meekijken. Wat zou dit kunnen zijn? Misschien stappen ze nu uit. Andere ANC-leiders, hè? Hoorde ik het commentaar zeggen. En ik begrijp dat... Ja, dat zijn er waarschijnlijk. En ook Winnie Mandela is daar waarschijnlijk bij dan? Dat zou mogelijk zijn. Ik kan er zelf niet zien. Weet jij iets van de veiligheidsmaatregelen? Want ik hoor iets over helikopters. Die zijn op het ogenblik heel erg groot. Dus kan je wel zien, er zijn ontzettend veel politieagenten bij om Mandela te beschermen tegen enige mogelijke aanvallen van links of van rechts. Ja. Maar het ANC heeft uitdrukkelijk aan de Zuid-Afrikaanse regering gevraagd dat de regering geen speciale maatregelen moet nemen, dat die door het ANC zelf genomen zullen worden. Ja, maar goed, op dit moment doet de regering dat in elk geval nog wel. En ook de route naar Kaapstad is geheel en al beveiligd. Ja, het zou natuurlijk niet erg verstandig zijn van de politie om zomaar weg te gaan en alles open en bloot te laten staan. Er is zeer zeker een grote mate van veiligheidsmaatregels zijn er genomen. Ja, ze rijden bij nog steeds auto's aan. Wordt er verwacht dat Mandela, als hij zometeen buiten de verstergevangenis is, meteen wat zegt? Of gaat hij door onmiddellijk in een auto waar je nauwelijks iets ziet naar Kaapstad? De verwachting is dat hij onmiddellijk door zal rijden in een soort gepantserde auto om hem tegen enige aanslagen te beschermen. Dat hij direct door zal rijden naar Kaapstad, waar het nog steeds niet duidelijk is waar precies... hij een vergadering, een massavergadering zal toespreken. Dat zal of gebeuren in de woonwijk Athlone,
Of het zal in het stadhuis gebeuren, net voor het stadhuis op het grote marktplein, dat heet de parade. Ja. The excitement mounting. Any moment now, it is expected that the cars will come around the corner. The far end. Mr. Mandela, 72-year-old Mr. Nelson Mandela, on his way to freedom. There is a clear sign of movement over beyond the higher trees, the helicopters lifting off, moving over the treetops with the blades flickering in the late afternoon sun. Ja, de opwinding stijgt bij de Victor Verster-gevangenis. Zou het dan nu zover zijn? Daar komt een auto aan. We zitten there rechts. We can see the cars coming. En daarachter meerdere. Right below the helicopters. Er zijn een aantal helikopters in de lucht, niet alleen voor de beveiliging, maar ook zijn het camera's en is dat de pers die het van bovenaf allemaal volgt. This is the hour. This is the hour the world has been waiting for. Het moment waarop de wereld heeft gewacht, zegt de Zuid-Afrikaanse commentator. Daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Quite a number of helicopters circling. Het hek is nog steeds above dicht. The Victor Verster prison. In welke auto Nelson Mandela zit, dat weten we niet. Dat zullen we moeten afwachten. Er stapt nu volgens mij iemand uit de voorste auto. Meerdere mensen. Het is dus niet Nelson Mandela, want dan was er wel anders gereageerd. Veiligheidsmensen. Het hek is open van de Victor Verster gevangenis. The excitement is running high. The helicopters circling above, the first cars coming out, and Mr. Nelson Mandela will within seconds appear. And that'll be the moment the world has been waiting for. Elk moment nu kan Nelson Mandela verschijnen. All of a sudden, wordt nu uit alle auto's stappen mensen uit. It came en een van light. Hen is Nelson Mandela. People scattering around, trying to get the best possible view, halfway up trees, standing on their toes, clinging to the wires, trying to see whether they can spot Mr. Nelson Mandela first. Mensen zijn in bomen geklommen om vooral toch maar niets te hoeven missen. The people are getting out of their cars. Dan hopen we dat de camera op het juiste moment op de juiste plek is. Ja, hier zien we weer de auto's. Waarin de begeleiders van Nelson Mandela, familieleden, zijn vrouw, zijn dochter, maar ook mensen van het verwelkomingscomité. People walking in the shade coming towards us. If we can just spot Mr. Mandela. En wie is nu? Mr. Mandela, who has great. Nelson Mandela. A man who has been in prison for nearly 3 decades, 72 years old, would be appearing in public for the first time any moment now. Het
In de tijd dat hij in de gevangenis zat, is Nelson Mandela helemaal grijs geworden. Geen wonder. Hij is nu 72 jaar. International media perched and the motorcycles start moving. Motoragenten gaan nu van start. Het zou kunnen zijn dat we daar Winnie Mandela zien lopen. Dat moet links naast mevrouw Mandela. Dat is Nelson Mandela. A free man, de lange man, hand in hand met zijn vrouw. Into a new South Africa. Voor het eerst in 27 jaar in het openbaar vrij man verwelkomd door de mensen. Hand in hand, die uren op hem hebben staan wachten. They leave the Victor Verster prison. Officials, marshals of the National Reception Committee trying to get the people. And a salute from Mr. Nelson Mandela, his wife Winnie, en hier groet greeting hij the people zijn outside mensen. The fences of the Victor Verster prison. That is the man. Een historisch moment, kwart over drie Nederlandse tijd, kwart over vier Zuid-Afrikaanse tijd. Bijna 30 jaar, drie decennia lang heeft hij in de gevangenis gezeten. En hier is hij, Nelson Mandela. Walking strongly, step by step, in al die jaren heeft zijn vrouw Winnie, die nu stralend naast hem loopt, gevochten voor zijn vrijlating. ANC flags. And one wonders what must be passing through Mr. Mandela's mind at this moment. Ja, wat zou er door hem heen gaan? The day he has also been waiting for. Excitement, people breaking through the barriers. Ja, en ze heeft vlaggen wapperen overal in het publiek. Who intended to keep Mr. Mandela free so that everybody could see him. An excited crowd. They've been standing in the sun the whole day, waiting for this moment. He's walking back towards the car. The car gaat nu weer terug naar zijn auto. Take him to Cape Town. En met die auto zal hij nu waarschijnlijk richting Kaapstad maybe gaan. It is on advice of the marshals. Kennelijk mag hij niet verder de menigte in. He has been just outside the grounds of the Victor Verster prison. Eigenlijk raar, nou loopt hij weer terug het gevangenisterrein. There is a very nice picture of Mr. Mandela and een rare gewaarwording zijn. Eindelijk er buiten en nu weer eventjes terug om in de auto te stappen. Op naar Kaapstad. Om daar de mensen die daar ongetwijfeld ook al de hele dag op hem staan en zitten te wachten, te begroeten en toe te spreken. Nelson Mandela. Mr. Mandela, who has walked his first steps to freedom. Het moet een heel emotioneel moment zijn voor Mandela en zijn vrouw Winnie. The man who everybody has said and who will be playing a major part in the future political dispensation in South Africa. Van hem wordt verwacht dat hij een hele belangrijke rol zal spelen in de verdere toekomstige politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika. And the cavalcade starts moving. It's about 35 miles. Dan gaat de optocht. 60 kilometers. 60 kilometer moeten ze rijden. Het zal niet snel gaan voorlopig. Ze moeten nu tussen de mensen door. Zo'n meer dan 1000 mensen staan in de blakerende zon al de hele dag te wachten. En die zullen hem niet zomaar voorbij laten rijden, dat is duidelijk. En hier ziet u het al. De Victor Verster prison. His home for the last 14 months. Het liefste persoonlijk de hand willen schudden, maar dat gaat tenminste niet. A cavalcade finding it difficult to get through the crowd. Grote vreugde bij de mensen. Total jubilation. Total excitement. People running alongside the car. Pushing, touching the car. En daar gaat de stoet toch vrij snel er doorheen. We kunnen nu snelheid maken en de weg vervolgen naar Kaapstad. Mensen rennen mee met de auto's.
total excitement, total joy. That was the moment that was. Mr. Nelson Mandela, the 72-year-old ANC leader who has been in jail in South Africa. Nelson Mandela vrij, 72 jaar oud, na 27 jaar gevangenschap, was het nu zover. Goedenavond, het nieuws van zondag 11 februari. Nelson Mandela vrij na 27 jaar. In zijn eerste openbare reden eist hij opheffing van de noodtoestand. En in Amsterdam is nu een groot Mandela-feest aan de gang. 4 uur na zijn vrijlating uit de Victor Verster-gevangenis hield Nelson Mandela zijn eerste openbare reden in bijna 30 jaar. Vanaf het bordes van het stadhuis in Kaapstad riep hij de Zuid-Afrikaanse regering op de noodtoestand op te heffen en de politieke gevangenen vrij te laten. Ook zei Mandela dat de gewapende strijd tegen de blanke overheersing moet worden voortgezet. Amandla! Amandla! Tot voor 7 uur verscheen Mandela op het bordes. Tegenover tienduizenden aanhangers formuleerde Mandela opnieuw zijn politieke eisen. I reiterate our call for, inter alia, the immediate ending of the state of emergency. And the freeing of all, and not only some political prisoners. The factors which necessitated the armed struggle still exist today. We have no option but to continue. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Nelson Mandela heeft reuze zware last op zijn schouders gekregen. Veel tijd om hier thuis uit te rusten zal er waarschijnlijk niet bij zijn. Voor vele duizenden zwarte Zuid-Afrikaners is hij de verlosser. En er wordt van hem niets minder verwacht dan dat hij nu finaal de apartheid de nek omdraait. En terwijl de hele wereld via de televisie meekeek, werd de 71-jarige Mandela om precies 14 minuten over 3 Nederlandse tijd vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis vlak buiten Kaapstad. Op dat moment zette hij na 27 jaar zijn eerste vrije stappen in een nieuw Zuid-Afrika. Buiten de poort van de Victor Verster-gevangenis hadden zich duizenden aanhangers van Mandela verzameld. Urenlang hadden ze in de brandende zon op zijn vrijlating staan wachten. Pas een uur later dan gepland liep Mandela hand in hand met zijn vrouw Winnie de vrijheid tegemoet. Bij het passeren van de houten slagboom zwaaide de ANC-leider naar zijn aanhangers, de beide vuisten in de lucht. Tot teleurstelling van velen hield Mandela zich maar heel kort bij de menigte op. Daarna liep hij samen met Winnie Mandela weer terug naar de zilvergrijze auto die klaar stond voor het vertrek. De aanhangers van Mandela sloten de auto onmiddellijk in. Maar kort daarna kon de kolonne zich toch in beweging zetten naar Kaapstad. Maar inmiddels is Zuid-Afrika alweer het toneel geworden van rellen en gewelddadigheden. Vlak voor de aankomst van Mandela was het centrum van Kaapstad het toneel van de onlusten. Honderden mensen sloegen de ruiten van winkels in en sloegen aan het plunderen. De politie trad hard op en schoot met rubberkogels op de menigte. Tijdens de gevechten zijn een aantal gewonden gevallen.
Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken is verheugd over Mandela's vrijlating. Volgens hem moet president de Klerk gesteund worden, juist omdat de situatie in Zuid-Afrika zo gespannen is. Ik vind het goed om rekening te houden met de problemen die ook president de Klerk op deze weg zal ontmoeten. En ook uit televisiebeelden is ons volstrekt duidelijk dat niet door de hele blanke gemeenschap deze stappen met enthousiasme worden begroet. Kortom, hij zal het heel moeilijk hebben, verdient dus in dit proces ook onze steun. Hoe groot acht u de kans op een tegenreactie? Ik durf me daar niet over uit te laten. Ik wil er ook niet over speculeren, want dat zou zelfvervullende voorspellingen moeten worden. En daar zijn we geen van allen op uit. Maar dat er spanning is, dat is denk ik ook vandaag alweer aangetoond. Als we bepaalde betogingen zien, onlust te zien, helaas moet alweer geconstateerd worden dat voordat Mandela is vrijgelaten, op dezelfde dag bij onlust alweer doden zijn gevallen, dan zegt dat iets van de enorm gespannen situatie. In Amsterdam wordt op dit moment volop gefeest ter gelegenheid van de vrijlating van Nelson Mandela. En onze verslaggever Harmen Roeland is erbij. Op het Leidseplein is op dit moment nog steeds dat feest aan de gang. Naast mij staat de man die alles heeft georganiseerd, burgemeester Fontijn van Amsterdam. Meneer Fontijn, hoe hebt u deze manifestatie ervaren? Ja, er was een enorme opkomst. De optocht hier naartoe was hartverwarmend. Het was geweldig om je blijdschap zo met anderen samen te kunnen beleven in de straten van Amsterdam. Vindt u de tijd rijp om sancties en boycottmaatregelen af te schaffen? Ik vind vandaag de tijd rijp om feest te vieren. En morgen zullen we de balans moeten opmaken. En uiteraard eerst moeten bezien wat Mandela van ons verwacht. En wat de opstelling zal zijn van de Nederlandse regering. Tenslotte wel als gemeente niet het voortouw. Afgelopen nacht en vandaag zijn er doden gevallen in Zuid-Afrika. Er is door de politie op burgers geschoten. Wat vindt u daarvan? Nou, uiteraard buitengewoon treurig. En het bewijst hoe moeilijk de Klerk het heeft om de totale bevolking van Zuid-Afrika te doen wennen aan zijn enorme ommekeer. Maar ik hoop van ganse harte dat de vrijlating van Mandela en de uitstraling die hij heeft en zijn leiderschap toe zal bijdragen dat er een vreedzame ontwikkeling mogelijk wordt, hoewel ik bang ben voor provocaties van mensen met hakenkruisen die we gezien hebben. Meneer Fontijn, bedankt voor uw commentaar. De manifestatie in Amsterdam is vanavond begonnen om 6:00. Er werd op de Dam een stoet gevormd, die kwam tegen 7:00 aan. En burgemeester Fontijn heeft daar een symbolische verhandeling verricht hier op het Leidseplein. Vanaf vanavond zal het plein waar wij staan, waar u staat, waar wij staan in solidariteit, heten het Nelson Mandela plein. Het aantal mensen dat heeft meegedaan aan de manifestatie ter ere van de vrijlating van Nelson Mandela wordt geschat op toch zeker 20.000 mensen. Alle bekende kopstukken uit de apartheidsbeweging hebben meegelopen. En onder het publiek hebben we ook een aantal mensen gezien. Een aantal verdachten uit de Rara-affaire. Op wat bescheidene schaal is het feest nog steeds aan de gang op het Leidseplein. Tot zover Amsterdam. Ja, de vrijlating van Nelson Mandela is een stap in de richting van een nieuw Zuid-Afrika. Dat zegt het Comité Zuidelijk Afrika. Maar volgens voorzitter Sietse Bosgra moet er nog hard worden gewerkt om dat te bereiken. We zijn wel een stapje verder en ik denk dat Mandela ook inschat dat dit een goede stap vooruit is en dat deze stap ook gezet moest worden. Maar dat dit een stap is in nog een moeizaam proces. Een begin van een nieuw proces van langzaam aan de praat komen van verschillende partijen. Er zal toch ook druk moeten blijven vanuit de bevolking van Zuid-Afrika. We hopen dat het allemaal kan leiden dan uiteindelijk tot die overtuiging bij de blanken dat dit niet langer gaat. En dat er gewoon vrije verkiezingen in Zuid-Afrika moeten komen voor iedereen ongeacht ras. In Scheveningen keken de kinderen van de Soweto-musical Sarafina naar de televisie. En toen Mandela de vrijheid instapte, steeg er een gejuich op.
bloemen bij het anti-apartheidsmonument in de Transvaalbuurt in Amsterdam. Direct na de vrijlating kwamen tientallen mensen naar het monument om hun blijdschap te tonen. In veel gemeenten waar een straat, plein of brug naar Mandela is genoemd, bij de zwart-groen-gele vlag van het ANC gehezen. Dit is de Mandela-brug in Arnhem. Ook in Zaandam, in de Nelson en Winnie Mandela-straat, was het een beetje feest. Vanmorgen al om 9:30 ging daar de ANC-vlag in top.